Modern Myths bezocht een nieuwe locatie van het spellenspektakel, de Jaarbeurs Utrecht. Een grotere hal, dus meer geweldige spellen. Loop in ons sfeerverslag van het Spellenspektakel 2019 mee over de beurs en ontdek de wonderlijke spellen waaronder de Kwakzalvers van Kakelenburg, Build Your Own Robot en Paco Sciaco. Wat is de kwakzalvers van Kakelenburg? Bij de kwakzalvers is het de bedoeling dat je iedere ronde jouw heksenketel weer vult met de ingrediënten uit jouw eigen zakje. En dat doen we 9 keer. En wie daarmee de meeste punten haalt, die wint het spel. En wat kan er gebeuren in die ketel van je? Je kan er verschillende ingrediënten in gooien, maar onder andere waar je mee begint is een hele voorraad knalerwten. Gooi je te veel knalerwten in je ketel, dan ontploft die en dat probeer je te voorkomen. Dus iedere ronde opnieuw is het spannend. Durf ik nog een ingrediënt te grabbelen of stop ik hier? En moet je er dan wel of niet rattenstaarten in doen? De rattenstaarten zijn hartstikke fijn voor spelers die net een stukje achter staan. Die beginnen onderin in een ketel met wat rattenstaarten. Dat ziet verder niemand, je bent toch een kwakzalver. Je gooit de rest van je ingrediënten erop en je ketel lijkt een stuk voller en dat is meer punten voor jou. En wie wint uiteindelijk? Wat win je als je gewonnen hebt? Uiteindelijk gaat het echt om de meeste punten. Maar iedere ronde dat jouw ketel lekker vol komt, krijg je daar ook geld mee. En kun je naar de winkel om nieuwe ingrediënten te kopen waar je volgende keer weer een lekkerdere soep van kan brouwen. Build Your Own Robot. Dit is een set elektronica waarmee kinderen hun eigen robot, apparaat of kunstobject kunnen ontwikkelen die echt gaat werken. Het bestaat uit allemaal kleine stukjes elektronica, zoals ik al zei. Het is allemaal met kleuren gecodeerd. Dus we hebben blauwe onderdelen, we hebben groene onderdelen. En zodra je die op elkaar aansluit via het brein, gaan ze op elkaar reageren. Blauwe onderdelen zijn allemaal sensors, groene gaan allemaal iets doen. Dus je hebt bijvoorbeeld een servomotortje en een afstandssensor. En als je dan dichter in de buurt komt, dan gaat de servomotor meteen reageren. En omdat deze allemaal gemaakt zijn om in te bouwen met splitpannetjes in karton, kun je er je eigen creatie mee maken. Dan ben je helemaal vrij in het creëren wat je wil. vredeschaakspel. Paco staat voor vrede en Sciaco voor schaak. Eigenlijk een nieuw spel waarin stukken elkaar niet slaan, maar elkaar omarmen. En met de omarming is een nieuw spel gecreëerd, waardoor je als het ware door het spel danst. En ja, het met als doel die als eerste met de koning danst. Dus het schaakbord wordt een balzaal? Ja, eigenlijk wel. En het, zo voelt het ook een beetje. Er zit wel een behoorlijke uitdaging in, maar het probeert elkaar niet echt uit te schakelen. En wat is de strategie in het spel? Nou, er zitten combinaties in die je kan maken, waardoor je dus zeg maar meerdere stukken in één beurt kan verplaatsen. En die combinaties zijn wel heel erg gaaf. Voor de rest is het een vrij snel spel, dus je probeert snel eigenlijk een stukje te ontwikkelen en naar voren te spelen. Je hoeft niet terug te houden. En de focus ligt een beetje op creativiteit. Dus het vinden van die combinaties en ja, het gaat wat meer over vorm dan over macht, bij wijze van spreken. En wie heeft het bedacht? Ja, ik. Bedacht, het was eigenlijk een gevoel waarmee het ontstond. Ik wilde mijn zoontje leren schaken en toen ja, had ik het gevoel vader worden van we moeten elkaar eigenlijk omarmen. En dat was eigenlijk de basis van het ontstaan van het spel. En ja, daarmee hoop ik hem er wat anders mee te geven.